Erik, daar zijn we weer. Ja. We zijn voor een week of drie begonnen met een reis. Hè? De reis through a frozen world. Ja. We zijn nu wat verder. Wil je ons eens meenemen op deze reis? Wat is er allemaal tussentijds gebeurd? Ja, er is heel veel gebeurd. We zijn druk in de weer geweest om het hele verhaal af te maken. Nou, je kunt je voorstellen met zoveel kilo ijs dat dat een behoorlijke inspanning is om daar echte kunstwerken van te maken. Nou, inmiddels staan daar 25 prachtige thema's. Diverse werelddelen zijn uitgebeeld. We kunnen praten over Australië, Afrika, Amerika, Japan, noem maar op. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. De mensen moeten echt komen om het te ondergaan. En de hal die was helemaal kaal toen we hier kwamen. Ik zie dat die fantastisch mooi is ingericht voor iedereen wat wils. Ja, nee, dat klopt. Dat proberen we ook. Kijk, de ijsbeelden is echt de kapstok waar het evenement aan hangt. Daar moeten de mensen voor komen. Maar we willen de mensen graag langer vasthouden. Graag langer aan ons binden. En ook graag meer bieden voor het geld. Dus daarvoor hebben we diverse attracties hier staan die allemaal gratis zijn voor de kinderen. Of het gaat om de kermisattracties, of de springkussens, of de virtual reality bioscoop. Alles is gratis voor kinderen. En je ziet ook dat kinderen dat geweldig leuk vinden. We staan hier bij de ingang van het IJsbeeldenfestival in Zwolle. En we nemen u graag weer mee op reis door een bevroren wereld, through a frozen world. En we beginnen hier bij de inkaaktijd. Vervolgens gaat de route via Indonesië, via een dans- en schaduwspelen, naar de geisha's. De sumo-worstelaars en de samurai in Japan. Vandaag is het 21 december, de winter is net begonnen. Maar buiten is het wel 12 tot 15 graden, dat lijkt wel voorjaar. Hoe hou je dit allemaal koel? Ja, de buitentemperatuur is natuurlijk meer dan belachelijk. Dat vindt heel Nederland. Nou, de winterse temperaturen kunnen wij aanbieden. Dat gebeurt door hele grote koelunits die wij gebouwd hebben, waar echte koelers in zitten. Ja, om de temperatuur op de juiste graden te houden. En dat lukt vrij goed. Hoe koud is het eigenlijk binnen? Het is tussen de min 10 en min 12 graden. Het varieert een klein beetje afhankelijk van hoeveel mensen er binnen zijn. Maar we houden dat heel goed onder controle. Het is de Blauwe Moskee. Vier tempels en tuk-tuk in Thailand. Vervolgen we onze route naar de eeuwige liefde in de Taj Mahal in India. En u kunt ronddwalen in de bibliotheek van Evese. U loopt door de ongerepte Afrikaanse savanne. Zult u de Big Five spotten? U kunt de puurheid van de Noord- en Zuidpool, hun bewoners, de ijsbeer en de pinguïn, en de spectaculaire Noorderlicht bewonderen. Heel mooi, heel knap gedaan en koud. Ja, het is hier koud natuurlijk, hè? Wat vind je het mooiste? Dat het allemaal zo heel helder is, dat vind ik heel mooi, sommige beelden. Met de, met de lichteffecten erachter, de geluidseffecten erachter. Maakt het nog specialer. Ja, toch, ja, vind ik wel. Nou, heel veel plezier. Dankjewel. En onze reis vervolgt door bij draken en panda's in China.
Trip Europa en niet op deze reis. Hey, kom eens even. Wat vind je ervan? Leuk. En wat vind je zo leuk? Nou, dat er allemaal leuke dingen zijn. Een glijbaan. Ja. Heel veel leuke dingen meer. En het is ook heel mooi gemaakt. Dat vind je echt mooi, hè? Al die kleuren, hè? Ja. En dit vind je natuurlijk het leukste, glijbaan. Ja. Hè? Ja, dat dacht ik wel. Door Europa gaan we via de Big Ben, het Colosseum, naar de Eiffeltoren. We zien ook de prachtige dames uit Beieren en achter ze een prachtige, mooie grote piano staat Mozart te componeren. Waar kunnen we het IJsbeeldenfestival precies vinden? Ja, de kostenklap is via www.ijsbeelden.nl. Daar op de website kun je alle informatie vinden, kun je ook de kaarten bestellen. Mochten mensen wat problemen hebben met internet, dan kunnen ze ook hier kaarten kopen, gewoon bij de kassa. We zijn de kerstvakantie alle dagen open van 10 tot 5:30. En er zijn gewoon kaarten te verkrijgen. Even zwaaien. Tot ziens. Dag.